voorbereiden aan de video ga ik even pizza halen. Want ik heb enorm veel zin in pizza. En dan kunnen we beginnen aan de video. Dus... Oké, ik zit hier nu midden in de nacht deze video te bewerken. En op dit moment, precies op dit moment, zit ik te denken... Wat als we de achtergrondmuziek veranderen? Hoe ziet dit eruit als we de achtergrondmuziek anders maken? Let's go! Ja, dit is manier 2. This is what I do, I sit on you, sit on you, sit on you. This is what I do, I sit on you. Right on your lap. En ja, dit is nog een andere manier om het anders te maken. Dit is manier 3. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht nabij. Prank. Oké, like nu de video. Ja, oké, en we gaan beginnen. Ja, er is geen pizza. Het was een grapje, oké? Ja, we gaan! Oké, ik heb mijn pizza zoals je kan zien. En nu kunnen we beginnen aan de video. Dus ben jij nog geïnteresseerd in mijn social media? Check dan even de beschrijving, alles staat daarin. Vergeet niet te liken als je dat nog niet hebt gedaan, wat je normaal al zou moeten gedaan hebben, want zo heb ik jullie opgevoed. En subscribe ook als je nog niet gesubbed bent. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, let's fucking go! Yo YouTube! IJsselia, met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het weer tijd om te gamen, want gamen moet ook gebeuren in de maatschappij. Dus ja, we gaan nu gewoon een potje gamen. Onderwerp vandaag zijn typische pubers, typical pubers, de pubers van vandaag. Geen idee, een redelijk gevoelig onderwerp in deze tijd van het jaar. Maar, nou wat ik vandaag gezien heb, moet erover gesproken worden. Dus, vandaag deel ik weer mijn mening uit aan jullie over het onderwerp tieners in onze upgefuckte maatschappij. Dus jongens. En ja. Yeah. Drop that beat. Liefste jongens en meisjes, vooraleer we beginnen aan de video wil ik jullie even informeren dat ik een video heb gevonden van een rare meneer die je uitlegt hoe je moet schijten. De video noemt How to Shit the Real Way, the proper way, dus echt gewoon de juiste manier van schijten. En deze meneer legt het super goed uit. Hier een paar stukjes uit zijn video van How to Shit. Me, Mr. Yeah, I got a request for one person and he got like 5 likes. How to take a shit. And you exert the pressure, however, you know, use those abdominal muscles and push out the waist. Eerlijk, ik vind het een geweldig video en ik vind het echt handig, want veel mensen hebben dit nodig. Blijkbaar kakken heel erg veel mensen verkeerd en door deze video zal dat probleem opgelost worden. Ja, je wil niet weten hoe ik deze video's vind. Soms typ je gewoon rare dingen in op YouTube om te kijken of het bestaat. Zo vond ik ook een tutorial van hoe je een deur moet dicht doen. Je vindt alles op YouTube, je moet gewoon een beetje durven zoeken. En soms als je denkt van nee, dat gaat niet bestaan, dat is een dom idee, kom je op de beste video's uit en lach je echt kapot. Maar over zo'n ding gaan wij wel een andere keer praten. Vandaag is het onderwerp van de video dat ik een nieuwe pet op mijn hoofd heb. Maar dat is ook niet het onderwerp van deze video. Want vandaag praten wij over de typical pubers van de maatschappij en van onze fucked up wereld. Mijn mama is naar boven aan het komen, jongens. Ik herhaal, mijn mama is naar boven aan het komen. Mama hype in... Coming. Slap al. Ja, kom hallo zeggen tegen de mensen van de video. En zeg like! Like. Ja, goed zo. Ja, dag mama. Slap al. Maar dat was dus weer mijn mama. Deze keer hebben we haar kunnen catchen voor een interview. Dus ja, deze keer hadden we haar. Anders was het weer fucking random dat ze in mijn kamer kwam. Nu dus niet. Maar dus, pubers, tieners. Ik ben zelf ook een puber. Vandaag gaan we het hebben over de dingen waar ik van denk. Wow, dat is een no-go zone. Ga daar niet heen. Stop daar. Daarover gaan wij het vandaag hebben. Het zijn een heleboel dingen. Daarom deze video ook een beetje langer is. Je mag in de comments ook altijd achterlaten als jij niet akkoord gaat met iets wat ik zeg. Of als je juist denkt van, wow, daar heb ik nog nooit over gedacht. Het mag dus altijd. Niet denken dat ik je verban uit mijn kanaal als je je mening zegt. En ik zeg het je, ik vind MW2 echt een leuke Call of Duty. Oké, ik ga niet zeggen over welke leeftijdsklasse we het gaan hebben vandaag. Maar vandaag hebben we het dus gewoon in het algemeen over tieners, pubers die pittig veel actief zijn op social media. En pubers die eigenlijk gewoon nodig vinden om veel dingen te laten weten van wat ze aan het doen zijn en zo. Ik doe het ook. Ik zet ook video's op
Ik stel video's op YouTube en ik ben zo erg dat ik zelf nog die dingen ga commentariëren. Maar oké, daarom ben ik hier. Oké, zijn jullie er klaar voor? Dames en heren, vandaag hier op mijn kanaal. Nieuwe video. Waar heb ik een hekel aan? Enkele dingen waar ik echt van denk. Stop! Zijn dingen zoals Tinder dating onder kinderen. Video's van net geboren jochies die op bed liggen en een meisje, weet ik veel, wat als ze ermee doen. Naaktfoto's versturen. Maar daar heb ik al eens een video over gemaakt. Als je die nog niet hebt gezien, moet je maar eens gaan checken. Het is een van mijn meest bekeken video's met Laura Omloop. Ja, naaktfoto's. Mensen die de Don't Judge Challenge menen. Mensen die hun populair voelen op Facebook. En mensen die denken dat ze hem zijn omdat ze meer dan 1000 likes hebben op hun profielfoto. Ja, nou, shit. Dat is een hele pak. Jazeker. Het is heel veel. En het zou nog meer zijn als het een livestream was. Als ik deze shit kon livestreamen, wow. Kijk, mannen. We gaan hier eens beginnen met Tinder, dating onder kinderen. Tinder, dat is zo'n app waar je een foto van jezelf op zet. En dan krijg je allemaal foto's van andere mensen. En dan moet je zeggen like. En als jij op like drukt bij die persoon en die andere persoon drukt ook op like, dan is het een match. En dan kan je beginnen chatten met elkaar. Dus dan zit je daar bij je computer of bij je, ja, bij je telefoon. Oh, ik heb een match! Ik heb een match! Yes! Holy shit! En dan begin je te praten met je match alsof je elkaar al 10 jaar kent. Amazing! Kijk, even serieus. Ik vraag me echt af. Stel, die mensen zijn 16 jaar. Ze leren elkaar kennen door Tinder en ze hebben een relatie. En die relatie, ja, die blijft doorgaan tot later. En die mensen krijgen kinderen. Stel je dan voor dat die mensen moeten uitleggen aan hun kinderen hoe ze elkaar hebben leren kennen. Ja, we zaten op Tinder en we waren een match, hè. Ja. En dat wist ik voor de rest van mijn leven, dat ik ging samen blijven met mijn moeder. Zo'n gesprek moet vermeden worden. Ik lieve niet meer te tinderdaten. Let's go! Wel respect voor de catfishers onder ons. Als je niet weet wat catfish betekent... Oh my god, er is een hacklobby. Als je niet weet wat catfish betekent, typ even in op, weet ik veel, internet of zo. Catfish Tinder. Fucking hilarisch. Oké, maar we zitten in een hacklobby en er is geen... dat is niet funny. Oh my god, check die kills. Die zijn paars. En holy shit, ik ben een hacker nog niet tegengekomen. Ik denk dat daar hem was. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ben ik gewoon fucking hard... Ja. Oké, iets waar ik nog een dikke hekel aan heb, zijn die net geboren kinderen. Die van die feel-video's online zetten. Leggen ze samen in een bed. Rollen ze de hele tijd op elkaar en tegen elkaar en kussen ze. En kijk, zie het gewoon zo toen ik die leeftijd had. Ik speelde Toy Story op de PlayStation 1. En ik was gelukkig. Ik had meer leven dan die... Holy shit, dat was lag, denk ik. Ik had dus meer leven dan die twee kinderen in dat bed. Ze zijn misschien 8 jaar of 11. En ze doen dingen die ik nog niet wist. Ik geef jullie eerlijk toe, toen ik 11 was, moest ik niet hebben van meisjes. Dan was ik echt zo de dude die dacht van, yeah, bros, no fucking hoes. En dacht ik echt dat meisjes geen nut hadden in de maatschappij. Als ik ooit een kind heb, hou ik hem binnen. Laat ik hem nooit naar buiten gaan. Dan geef ik hem geen internet en... Oh... Ik scheiden hem volledig af van de sociale contact. Ik heb mijn headset aangedaan, omdat ik mezelf dan hoor praten. Ik zeg het je, dat is de dikste paradoxale. Ja, dat is gewoon funny als je jezelf hoort praten. Oh my god, er staat daar iemand. Kunnen we hem stukken met de Semtex? Waarschijnlijk niet, maar we hebben wel een double kill. Double kill. Oké, nog iets waar ik het echt mee heb gehad. Zijn de mensen die hun het belangrijkste voelen. Die hun de BV'er en de BN'er voelen. Als ze 1000 likes hebben op hun Facebook profielfoto. Kijk, als je iemand of als er iemand is die je foto liked. Dan is dat waarschijnlijk gewoon omdat die persoon je leuk vindt. Niet omdat die foto mooi is. Gewoon omdat hij jou leuk vindt. Of het is een goede vriendin van je die je foto liked. En die dat gewoon doet omdat ze je vriendin is. Of een pedofiel liked je foto omdat hij je graag wil verkrachten. En dat gebeurt niet veel. Maar likes op Facebook zijn likes. En je hebt daar niks aan in het dagelijkse leven. En het is niet de bedoeling als je veel likes hebt. Dat je elke 10 seconden iets moet gaan posten op Facebook. Een profielfoto op Facebook. Dat is puur uiterlijk. Daar zit er niks van innerlijk in. Je kan niet aan de foto zien van die persoon. Ja, zo'n vriendelijke jongen, hè. Kan je zien aan de foto. Het is puur uiterlijk. Hoe meer schmink je opsmeert, hoe meer je je tetten in beeld brengt, hoe meer je een beetje booty show, hoe meer likes. Dus wil jij 1000 likes, neem dan gewoon een beetje een blote foto op het strand of zo. Dan heb je ook 1000 likes. Lego. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Smash die like. Zorg dat like knopje blauw wordt van erop te klikken. Sla tot die fucking blauw like handje heeft. En dan, dat is alles goed. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, ik zie jullie morgen.
Morgen bij een nieuwe video op mijn kanaal om 7 uur. Ik ben Exit en ik zou zeggen, jongens en meisjes, adios. Alle social media's staan in de beschrijving. Ja.